Wat wordt een nieuwe invulling van Paleis Soestdijk? En Moskee Overvecht nodigt de buurt uit. Goedenavond, dit is U Vandaag. Is het een enorme kans of een blok aan je been? Al meer dan 10 jaar is Paleis Soestdijk geen woonhuis meer en is het onduidelijk wat ermee moet gebeuren. Het Rijk wil er vanaf vanwege de hoge onderhoudskosten. Dus wie durft? 4 partijen mogen nu een plan uitwerken voor een nieuwe invulling. En er kan een hele hoop. In 2006 gaan de poorten van Paleis Soestdijk open voor publiek. In eerste instantie voor 3 jaar. Maar de vraag naar rondleiding in het voormalig paleis van Juliana en Bernard is zo groot dat tot op de dag van vandaag bezoekers een kijkje kunnen nemen. Al snel wordt duidelijk dat niet alleen het paleis interessant is om evenementen te houden. In 2012 wordt er een opera gespeeld in en om de vijver van het koninklijke optrekje. Orpheus et Eruditje trekt veel bezoekers. Maar ook muziekliefhebbers kunnen op het terrein terecht. En als kers op de taart is er zelfs een filmvoorstelling in de open lucht. Maar dit is jullie diner? Ja. Wat leuk! Ja, eten en film kijken. Maar of dat allemaal in de toekomst nog kan, het ligt aan de 4 exploitanten die nu aan zet zijn. We praten erover door met onze verslaggever Mark van der Wel op de redactie. Mark, 4 partijen die krijgen 100.000 euro om hun plannen uit te werken. Wat voor plannen zijn het? Ja, dan is er eerst een Engels bedrijf wat een enorme botanische tuin bij het paleis wil maken. Hebben dat nu ook al gedaan in Engeland en willen daar iets heel moois van gaan maken. Dan is er nog een internationaal handelshuis, een groep ondernemers die zegt van nou, hier kunnen we best staatsbezoeken laten plaatsvinden. Is er ook nog ruimte voor mensen die daar gewoon willen kijken als bezoeker. En tot slot is er een bedrijfsleven experience. En dat zijn dan weer mensen die eigenlijk in het paleis allerlei zalen willen inrichten om te laten zien wat Nederland op het gebied van productie en diensten allemaal te bieden heeft. En welk idee heeft het meeste potentie, denk je? Ja, die botanische tuin die is wel heel erg interessant. Want dat doen ze in Engeland nu ook al. In Cornwall is echt een daverend succes. Is de grootste botanische tuin ter wereld. Nou, we hebben vandaag even met Engeland gebeld. En zij zien het echt helemaal zitten, want ze zijn erg gecharmeerd van het paleis. I've been round it probably half a dozen times. And every time I go, I get more excited. You've got a palace that is actually a hunting lodge with 4 great rooms. You've got this extraordinary outside landscape. I believe that children in every school anywhere in the world could be excited by Soestdijk. Interessant. Nou, er is er ook een organisatiebureau die de afgelopen jaren al alle evenementen heeft georganiseerd, Artifex. Die willen ook graag blijven. Ja, en dat is de 4e partij die uit die 120 inzendingen is gekozen. Artifex zit er natuurlijk nu al in met allerlei evenementen en natuurlijk die beroemde rondleidingen. Punt is alleen wel dat ze op dit moment eigenlijk het geld niet bij elkaar kunnen krijgen om dat paleis te onderhouden. Daar gaat echt heel veel geld in om dat weer te krijgen zoals het ooit was. Dus of zij een grote kans maken, ja, dat wordt het komende half jaar uitgezocht. Want ze gaan met die 100.000 euro dat plan van hun beter uitwerken. En dan wordt ook duidelijk hoeveel geld ze bij elkaar krijgen. In ieder geval volgende zomer, 2016 is bekend welk plan dan echt de winnaar wordt. En die gaan dan op eigen houtje het helemaal uitwerken. We gaan het zien. Dankjewel, Mark. Vuurwerkliefhebbers, die trekken zich helemaal niks aan van de discussie over het afsteken van vuurwerk. Sterker nog, het aantal bestellingen neemt alleen maar toe. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs vuurwerkverkopers in de provincie. De eerste vuurwerkhallen zijn vanaf deze week open, maar de run op de pijlen, potten en knallers speelt zich vooral online af. Tiemen en Jorik hebben er weer zin in. Ze komen vandaag langs bij een vuurwerkhal in Soest om zich te oriënteren. Het is dan heel gezellig, met vrienden altijd. En, het is maar 1 keer per jaar. Dus ja, dan moet je ook wel gewoon. Het is gewoon leuk om altijd de lucht in te schieten en te knallen. Tiemen en Jorik zijn er niet als enige vroeg bij. Eigenaar Evert Hooyer ziet de bestellingen al binnenkomen sinds de webshop eind november openging. En het belooft een uitstekend jaar te worden. Het is nu meer. Dat is gewoon waar. Je kan het zien, want ik heb statistieken ook. En daar kun je het zien wat je vorig jaar deed. Dus ja, we zijn toch wel weer positief. En dat is best opvallend, want vuurwerk wordt steeds minder vanzelfsprekend. Er gaan stemmen op om vuurwerk voor consumenten helemaal in de ban te doen. En het klachtenmeldpunt voor vuurwerk draait overuren. Maar volgens Hooyer hebben de klachten niks met legaal vuurwerk te maken. Elke knal die nu klinkt is afkomstig van illegaal vuurwerk. Legaal vuurwerk mag namelijk nog helemaal niet verkocht worden. En voor vernielingen geldt hetzelfde. Nou, als ik bijvoorbeeld van onszelf een rotje pak, hè, dat is dus de zwaarste kanonslag die we hebben.
ja, dan gaat dat echt niet dit teweeg brengen. Ook Tiemen en Jorik vinden dat de eerlijke vuurwerkliefhebber met rust gelaten moet worden. Want ook al kunnen de jongens makkelijk aan illegaal vuurwerk komen... Als ze willen, kunnen we het wel krijgen. Ja, dat is niet moeilijk. Ik koos gewoon naar je toe. Ja, wil je kopen? Nou, nee. Toch willen ze vooral het gewone Hollandse vuurwerk. En niet afgestoken op één centrale plek, maar gewoon zelf. Ik zou het gewoon zo laten. Ja, want de echte grote shows zien er wel mooi uit, maar het is veel leuker om het zelf af te steken. Of de vuurwerkverkoop ook inderdaad hoger uitvalt, moet blijken. De grootste vuurwerkaankopen worden namelijk pas vlak voor oud en nieuw gedaan. Op de Bovendijk bij Wilnis is een vrachtwagen tegen een boom geklapt. De chauffeur verloor de macht over het stuur. Hij is klem geraakt en moest worden bevrijd door de brandweer. Maar de man heeft het volgens de politie wel overleefd. De Al-Fitra-moskee in Utrecht-Overvecht zegt niets te verbergen te hebben en nodigt deze week nog omwonenden uit voor een open dag. De salafistische moskee kwam dit weekend in opspraak. Volgens de NRC is het een broeinest van jihadisme en potentiële radicalisering. Nog de laatste kerstcadeautjes doen online. U bent niet de enige die op dat idee komt. De directeur van het Utrechtse Bol.com denkt dat zijn bedrijf vandaag 350.000 cadeautjes gaat verzenden. Een record zou dat zijn. De verwachting is dat er 2 miljoen mensen op de site van de webwinkel komen. Voor de nieuwjaarsduik van 2016 hoef je geen bikkel te zijn. Weer Online in Zeist denkt dat de watertemperatuur van zee een graad of 8, 9 is en in het binnenland mogelijk nog warmer. De verwachting is dat er dit jaar een record aantal deelnemers meedoet. Meer dan 50.000 mensen durven een frisse start met deze temperaturen wel aan. Café De Nieuwe Dikke Dries is Jezus kwijt. Nee, de eigenaar is in deze donkere dagen niet ineens van zijn geloof gevallen. Zijn beeldje is weg. Het Jezusbeeldje dat al jarenlang naast Maria prijkt, is plotseling verdwenen. Al 15 jaar hield het beeld een oogje in het zeil. Het gaf een soort van zedig iets van, er gebeuren hier ook nog normale dingen. De caféhouder heeft daarom een online zoektocht opgezet. Foto's van Jezus zijn er niet, maar wel geeft Jos een signalement. Op zoek naar Jezus, ja. Jezus denk ik een centimeter of 3-4 langer dan Maria. En het kleed is rood. En hij heeft een baard. Met de kerst in het vooruitzicht hoopt hij dat de ontvoerders Jezus zo snel mogelijk terugbrengen. Breng hem terug, doneer wat aan de voedselbank of wat dan ook en het is voor ons weer goed. Want Maria in haar eentje, tja, dat kan natuurlijk niet. Dan wordt het weer een mooi kerstverhaal als Jezus en Maria weer samen zijn. Heeft u Jezus gezien? Het beeldje althans. Laat het weten aan Café De Nieuwe Dikke Dries. Er staat ook vast een biertje dan klaar. Het weer tot slot. Vanavond gaat het regenen en het waait vrij krachtig. Vannacht wordt het droog en klaart het mogelijk wat op. Blijft zacht, vannacht rond de 9 graden. Morgenochtend valt eerst wat regen. Dan wordt het in de loop van de dag droog. En het is een graad of 13 dan. Tot zover deze U Vandaag. Kijkt u voor meer regionieuws op rtvutrecht.nl. En daar vindt u vanaf vandaag iedere dag een jaaroverzicht met een ander thema. Vandaag vluchtelingen. En morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan en voor nu een fijne avond. Dag.